De beurt aan meneer Nawibaks. Welkom, u krijgt ook 2 minuten. Na 1 minuut ga ik u vragen om af te ronden. Ja. Goedemiddag iedereen. Ik ben Nawibaks. Ik vertegenwoordig eigenlijk de winkeliers onder de torenflat. En ook de moslimgemeenschap. En voor mezelf. Wat eigenlijk het grootste probleem hier in Zuidoost hebben... is, we hebben wel allemaal over participatie, maar het blijkt dat de participatie maar 1 kant werkt eigenlijk. En dat is bij de gemeente, dat niet doordringt bij hun dat de burgers echt betrokken moeten worden bij het hele plan. En dat gebeurt niet. In die zin kan ik ook zeggen dat het al jaren zo is. We zijn 17 november zijn we achtergekomen dat de gemeente zelf eigenlijk... in verband met de kosten allemaal, de metrostation eigenlijk in onze strot heeft gedouwd om alles naar voren te zetten, omdat dat goedkoper was. En dan zeg ik ook, de plannen waren anders, maar ze hebben in verband met, omdat het goedkoop moet, alles naar voren gezet. En daardoor is eigenlijk het hele oostgedeelte van het metrostation Kraaijenes K-buurt eigenlijk helemaal verpalverd, waardoor wij eigenlijk... plein eigenlijk nu totaal geen overzicht meer hebben. En dat willen we eigenlijk terugzien, dat dat wel naar ons wordt geluisterd nu. Ja, en wat ik ook, wat winkeliers, er worden ook niet naar ons geluisterd, naar de wensen van de winkeliers. Het is, van de Kraaijenes komen ze wel goed op, maar andere winkeliers worden gewoon in de... eigenlijk in de achterhoek gestopt en niet naar ons geluisterd. Dat was het. Dank u wel. Zijn er nog vragen? Die zijn er niet. Dan dank ik u hartelijk.